Top 30 boeken, en daar gaan we iets over zeggen. Dat is in deeltjes betaald. Wat bedoel ik in deeltjes betaald? Sommige scholen die zeggen van, je moet dat in 3 keer betalen. Maar voor sommige mensen met meerdere kinderen is... Zouden we dat... Ja, eigenlijk ook omdat we merken dat er hier heel veel scholen aanwezig zijn en heel veel jongeren, jonge meisjes en jonge gasten. Ik denk dat het misschien beter het woord een keer aan mijn collega ook geef. Hallo, ik zou graag een oproep doen aan iedereen. Want dat is heel gemakkelijk om te zeggen pestbeleid, maar het pesten begint bij jezelf. Ik zou zeggen iedereen... even een minuutje stilte. Denk een keer aan jezelf. Heb jij ooit gepest? Of heb jij ooit iemand zien pesten? En wat heb je toen gedaan? En denk eens bij jezelf na. Wat zou ik in de toekomst anders kunnen doen om eigenlijk op een meer open manier te staan naar mensen in armoede? En in plaats van te pesten, te omarmen. Oké, iedereen erbij betrekken in de klas en vrijwilligerswerk. Hebben jullie daar al eens over nagedacht? Vrijwilligerswerk is ook. Iedere klas van het derde jaar bij ons op school heeft een actie gemaakt rond armoede. En wij zijn hier vandaag om onze actie uit te leggen. We hebben ons vooral gericht op de kinderen die dat in armoede leven. Zo komt binnenkort ook de Sint af, zoals iedereen wel weet. Maar voor ons is dat heel vanzelfsprekend, maar voor anderen is dat niet zo. Elk kind heeft een talent. Ga er samen voor, naar op zoek. Drink erin uit van Bloeiklas. En nu nog een keer allemaal laat zoeken voor de strijd tegen armoede. Zijn jullie daar? Ja! Oké, waar is iedereen? Jullie mogen allemaal dichter komen. Kom maar. Kom maar, niet bang zijn. Op de armoede, de Werelddag van Verzet tegen Armoede, 17 oktober. En we hebben een actie gedaan samen met 12 secundaire Aalsterse scholen om eigenlijk iets te doen rond armoede en onderwijs. De scholen hebben allemaal een puzzelstuk versierd met een toptype om te werken aan gelijke kansen. En vandaag hebben we daar een mooie puzzel van gemaakt door hier allemaal een stuk samen te leggen. En vooral mijn fans van Vlaanders geef ik toe. Ja, ik spreek ook van Flemish. Rendezvous, 9 vertaling nodig voor de luitenant. Hij is een polyglot, ontgroeid, die verstaat zelfs Nederlands. Swag, zwaai je met die arm. Van Verzet tegen Armoede. We zijn eigenlijk hier met de werkgroep Stop de Armoede in Aalst samengekomen om onze stem te laten horen voor gelijke kansen. Goedemorgen, goedemiddag hier aan iedereen. Ben ik nog vergeten voor een goede avond. Bij deze dan ook hier voor iedereen. Wees welkom geheet voor deze vooravond. Ik vraag me dan ook af wie is er iedereen. Voel je aangesproken als ik spreek tot iedereen. En telt ieder van ons tot één geheel. Of blijven wij alles behalve algemeen. Wie de schoen past, hij of zij die draagt meteen. Trek hem aan als je schuld voelt voor dit probleem. Maar er is niemand die de schuld hier op zich neemt. En ook niemand die het wel gemeen opneemt. Voor allegene dat verklaart die voor iedereen. Ik ben nog steeds niet veel wijzer over dit fenomeen. En dat geldt ook zeker hier voor iedereen. Mijn roep, mijn vraag, mijn plicht, mijn daad, wie is in godsnaam iedereen? Wij voeren eigenlijk jaarlijks een publieke actie rond de periode van 17 oktober om de aandacht te vestigen op armoede en gelijkheid. En dit jaar was het thema onderwijs. Dus
Ik zie dat niet. Oké. Alsof het je laatste dag is, leef alsof de morgen.